eerst een vrouw wiens leven drastisch is veranderd. Als presidentsvrouw zat ze nog aan tafel met Barack Obama, George Bush en Queen Elizabeth. Nu woont ze met haar zoontje in een flat in Terneuzen. Haar levensverhaal was meer dan genoeg stof voor een documentaire die vandaag in première ging. Hier zijn regisseur Ineke Smits en Sandra Roelofs zelf. Sandra, je bent getrouwd met Michail Saakashvili. Ja? Hij was de president van Georgië. En we zijn even in het archief gedoken om even wat beelden uit die tijd op te raken. Ben benieuwd. De man is 2 termijnen president geweest. Hij kon niet voor een 3e termijn opgaan. Toen heeft een tegenstander van hem de verkiezingen gewonnen. En toen heeft zijn partij ook bij de parlementsverkiezingen verloren. En uit angst voor vervolging door zijn politieke tegenstanders, denk ik, is hij het land ontvlucht, Georgië. Toen ben jij aanvankelijk gebleven. En uiteindelijk, toen er beslag werd gelegd op jouw huis, ben jij ook gevlucht naar Nederland. Nou, ik zou het geen vluchten noemen. Nee. Vertrokken, zullen we dan zeggen. Ja, ik was eigenlijk gewoon op zomervakantie in juni. Eerst naar Oostenrijk en daarna naar Nederland. En we dachten, ja, we gaan eind augustus terug, want in september beginnen de scholen weer. Maar toen werd er dus in die maand beslag gelegd ineens op alle bezittingen van mijn man. Waaronder ook het appartement dat op mijn naam staat. En dat vond ik nogal ver gaan, want dat hebben wij al voordat mijn man president werd. En dat heeft mijn vader ons eigenlijk nog gegeven toen wij trouwden. En dan hebben we dat verkocht, weer verhuisd, verkocht, verhuisd. Dus ja, uiteindelijk was het toch eigenlijk zijn geschenk. Dus ja, ik vond het een beetje moeilijk om mee om te gaan. Ik dacht ook van ja, we gaan eens even afwachten. Eens kijken wat er daar allemaal gaat gebeuren in Georgië. En nu woon je dus bij je ouders? Ik ben bij mijn ouders gebleven. Aanvankelijk dacht ik, ja, 1-2 maanden. Maar je moet dan toch kind naar school sturen. Die is 8, dus die is dan in groep, 6 beland. Ja, gaat goed. Hij heeft een 7,5 gemiddeld. Dus ik ben heel tevreden. Dus Nederlands gaat ook goed. Maar je vertelt het nu van het was geen vlucht en je vond het een beetje een moeilijke situatie. Maar dat moet met pijn in je hart zijn geweest dat het land waar jij zo lang woont, waar je zo verbonden voelt, dat je daar nu niet welkom bent. Ja, nou kijk, het is eigenlijk meer, ze hebben niks tegen mij, integendeel zelfs. Ik wil graag gezien, ik ben er gisteren nog geweest voor een begrafenis. En dan voel je gewoon de warmte van de mensen om je heen en op straat, dat is geen probleem. Maar het was gewoon dat ik een beetje beledigd ben. Ja, eerst en vooral dat ze mijn man zo ontzettend hard aanpakken en eigenlijk steeds maar harder. Je denkt van ja, er gaat tijd overheen en dan wordt dat minder, maar dat is dus niet zo. En dat ze dan zoiets doen, zo heel persoonlijk, om alleen maar hem te raken, dat ze dan mij daarbij betrekken. En ja, ik zou dat is reden voor jou om niet terug te gaan voorlopig. En waar is jouw man nu? Ja, die zit in Amerika, in New York. En we gaan er met de kerst naartoe, want dan zijn we allemaal jarig. Waarom wonen jullie niet samen? Waarom zijn jullie niet samen in Nederland? Ik vond het voor, ik vond het voor mijn zoon nogal een beetje moeilijk om ineens in Amerika op school te gaan. Hij spreekt wel goed Engels, maar ik dacht Nederland is een beetje tussenstation. En laat ik gewoon eens even afwachten, misschien maar voor een paar maanden. En mijn man die zit ook op hete kolen, die wil zo graag terug de politiek in. Dus die werkt ook dag en nacht aan zijn comeback en probeert het juiste moment te kiezen. Dus ja, dat is toch niet voor zo lang, dat Amerika. Dus ik dacht, dat ga ik niet doen. Ga ik geen tijd en energie in investeren om een kind helemaal daarheen te verhuizen en eventueel weer terug. Dan liever Nederland en dan een beetje de Georgische huiswerken tussendoor doen. En dan hopen dat we weer snel terug kunnen. Ja. Ineke, jij kent het verhaal van Sandra en je dacht, hier moet ik een documentaire van maken. Stand by your president. Mm-hmm. Maar dan moet je iemand nog zo ver krijgen dat ze mee willen werken. Hoe heb je dat gedaan? Nou, eigenlijk, Sandra en ik kennen elkaar al heel lang. De eerste keer dat ik in Georgië was, was 89 en jij 94, geloof ik. Hè, ja. Ik wist natuurlijk, wij hadden veel gemeen in de zin van, dat waren de donkere jaren 90 in Georgië. Dat waren veel burgeroorlogen en politieke problemen, economische problemen en... Wij waren eigenlijk een van de weinige meisjes
die daar vanwege de liefde heen waren geweest en niet om daar de boel te gaan redden. Dus de meeste buitenlanders die er zaten waren expats die daar voor NGO's werkten en dergelijke. Maar wij zaten echt voor de in liefde. De families. Ja, ja. En dus zo kennen we elkaar. Maar ik wist natuurlijk ook dat probeer maar eens een open, eerlijke documentaire over Maxima te maken, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dat is heel lastig. Dat kan niet. Is dat nu wel gelukt, denk je? Over Maxima heb ik geen documentaire. Nee, over Sandra. Nou, het was het laatste jaar. En in een laatste jaar is dat natuurlijk ook een overgang. He, want dan neem je afscheid. En dan, het is een heel heftig jaar. Het is meer dan alleen een overgang. Heftig jaar. Het is dramatisch eigenlijk. Het is een heftig jaar, ja. En dus leek mij dat het juiste moment om dat te doen. En ik heb Sandra ook nog wat daarna gevolgd. Dus ook toen zij geen first lady meer was. En hoe haar leven dan in Nederland eruit ziet. Ja, en de studie in Engeland en dergelijke. Ja, je bent heel persoonlijk ook in je documentaire. We hebben één fragment. Ja. Ik heb hem heel duidelijk gemaakt dat hij mij de politiek niet in moet sleuren. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat voor mij het belangrijkste is dat we onderling binnen ons gezin goede relaties en verstandhoudingen hebben. En dat het voor mij zoveel belangrijker is dan al het andere, wat nu materieel is of politiek succes of wat dan ook, dat dat voor mij boven alles staat. En als ik dat niet heb, dat ik geen enkel spel meespeel. Dat heb ik ook heel duidelijk gemaakt de afgelopen maanden. Dat was niet makkelijk en ik ben er heel trots op dat wij vandaag ons 20 jaar huwelijk vieren. Jij hier en hij daar. Dat is zo, maar nou ja, we zijn toch samen. Georgië verbindt ons. Zo moet het zijn. Heeft jouw man de documentaire gezien? Nee. Wat denk je dat hij zal zeggen als hij jou zo hoort? Ja, hij zal mij erin herkennen, want hij kent me natuurlijk door en door. Maar het leek me beter om even te wachten. Want hij ziet alles door een politieke bril, om het zo te zeggen. Ook jou? Nou, vooral hoe zo'n documentaire in Georgië bijvoorbeeld zou overkomen. Of internationaal. Mm-hmm. Hij is natuurlijk een vrij bekende politicus. Dus Ineke neemt de film mee naar Tbilisi over 2 weken. Naar de hoofdstad van Georgië. Daar is ook een documentaire festival. Niet zo bekend als dat van Amsterdam natuurlijk. Maar zal hij het voor die tijd gezien hebben? Voordat het aan de Georgiërs getoond wordt? Ik zou misschien niet op tv zeggen. Nee, maar ik zou het eigenlijk willen uitstellen tot daarna. Maar dan zie ik hem met kerst. Dus dan, ik heb maar een waarom DVD. Dan, Sandra? Ben je bang voor hoe hij reageert? Ik wil eerst dat de documentaire zelf een leven leidt. Voordat hij er iets mee gaat doen. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dan moet je eerst de film voorzien om dat te begrijpen. Ik denk dat ik het wel begrijp. Jij zegt je bent heel openhartig. En je zegt voortdurend in de documentaire dat jij wil dat politiek niet tussen jullie in komt te staan. Ja, en je schetst ook een paar voorbeelden. Je vertelt bijvoorbeeld dat hij... er is materiaal uitgelekt van mishandeling in de gevangenis. En daarna komt een partijcongres van zijn partij. En hij vraagt jou om daar te praten over gezondheidszorg. En jij zegt tegen hem... Dit speelt in het land nu, die mishandelingen. En jij vraagt mij om over gezondheidszorg te praten. Ik doe het niet. En hij is dan boos op jou en stuurt jou een soort sms van... Hallo, help me even, doe het. En je doet het niet. Je praat over wat er gaande is. Je praat over die mishandelingen. Maar ik in weerwil van wat hij wilde. Ja. Nee, ik heb het allebei gedaan. Ik zeg, oké, ik zou wel iets zeggen. Maar ik ben dan heel erg diep ingegaan op wat er wel speelt. Ja. Maar je kunt er altijd een draai aan geven. Zeg je gewoon van, ja, het is allemaal mooi en aardig, die gezondheid. Maar voor wie doen we het? En die mensen, ja, die willen wel in hun waarde gehouden worden en gerespecteerd worden. Dus dat gaat ook over mensenrechten. En dan speelde ik daar een beetje op in. Is hij dan boos op jou? Nee, want... ik weet niet. Ik heb iets met die Georgiërs. Ik heb hun taal geleerd. Ik ben daar heel goed geïntegreerd. Ik doe humanitaire hulp. Ze zien me graag. En dan, dat is een soort chemische reactie waarschijnlijk. En ze vinden het altijd maar allemaal prachtig. En dan vergeeft hij jou dat? Dan laat hij jou... Ja, als hij ziet dat het een prachtig effect heeft, dan is het allemaal prima. En dan kreeg ik ook een sms'je van Just Perfect. Want hij zat natuurlijk achter de coulissen, want hij ging daarna op. Dus ja, daarom ook met die documentaire, denk ik van even wachten wat het doet. En dan kijken wat Misha daarvan zegt. Ziet hij op een andere manier die documentaire. Als hij ziet dat het goed ontvangen wordt. Tenminste, zo zie ik. Ik denk dat het zo beter is dat de documentaire meer kans krijgt
voordat hij er iets over kan zeggen. Ja. Fantaseer je ooit over hoe je leven had kunnen zijn als je niet weggegaan was uit Terneuzen en niet met de liefde achterna naar Georgië, maar gewoon veilig hier in Nederland gebleven? Nou, heb je niet zoveel fantasie voor nodig, toch? Nederland is vrij voorspelbaar. Ik had Frans gestudeerd, was ik waarschijnlijk lerares Frans geworden of zo. Ja. Op mijn oude school, zoiets. En daar is niks mis mee, maar ik bedoel in het licht van alle heftige dingen die je hebt meegemaakt. Je gezin is nu niet samen, bijvoorbeeld. Jouw man woont ergens anders. Hij wil terug, jij wil ook terug naar Georgië. Dat kan nu niet. Dat zijn hele ingrijpende dingen. Denk je wel eens, woonde ik maar weer gewoon lekker... Ja, dat lekker gewoon komt ook in de documentaire naar voren. Ja, ik ga nu wel op naar Albert Heijn. Maar ja, dat zijn dingen... Je legt je erbij neer, dus het is iets tijdelijks. Ik weet dat het wel weer goed komt. Hij vindt zijn draai wel weer. En ja, ik ben ook volop bezig met studie. Ik breid mijn horizon uit, mijn netwerk. Ik zit, ik studeer veel. Weet je wat ik dacht toen ik het zag, Sandra? Ik vind ook mijn draai weer. Ja, dat komt nergens in die documentaire voor. Maar ik dacht, jij wordt de nieuwe president van Georgië. Nee, daar komt er wel in voor. Heb je niet goed gekeken? Niet zo. Nou, hij heeft het wel mij gevraagd. Hij heeft het jou gevraagd en jij hebt dat niet gedaan, expliciet. Nee. Maar ik bedoel, als ik er naar kijk, dan denk ik... Als jij weer terug kan, dan word je op eigen kracht zelf gekozen president van Georgië. Ik begin er niet aan. Nee? Nee, maar dat is het verschil. Mag, als ik even er wat over mag zeggen. Ja, nee, dat is... Het president zijn is politiek. Dat is een spel en daar heb je bepaalde kwaliteiten voor nodig. En dat moet je ook willen. En... Ik denk dat ik jou goed genoeg ken om te weten dat je dat spel niet wil. Jij hebt ook, ik weet niet of het nou nog in de film zit of niet, maar je zegt ook, ik wil dat alle Georgiërs van me houden en niet alleen maar een bepaalde... Dat zit niet in de film. Nee, het zit niet meer in de film. Nee. Maar goed, dat dan kun je dat spel niet spelen. Ja, dat begrijp ik. Dames, heel erg bedankt. Als je in politiek zit, moet je keuzes maken en dan gaat er een deel van die liefde naar jou toe. Ja, die wordt geconditioneerd en dan... dan is het niet leuk meer. Dan ben je niet de toekomstige president van Georgië. Nee, maar dank in ieder geval voor het verhaal. Sandra Roos, een beetje slecht.